Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Kijk weer gezellig mee in de winkel. Ik ben al lekker aan het werken. Het staat al mooi vol. Dus dan begint de dag lekker. Ik was gisteravond nog eventjes aan het werk gegaan. En dan ja, is het fijn dat je al zo de volgende dag begint. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee in de winkel met alles wat ik maak, wat ik doe. En kijk gezellig mee. Zo, we zijn ondertussen lekker bezig met inpakken van alle pakketjes. Er zijn er heel veel vandaag. Een deel ook morgen, maar ja, gaat eigenlijk gewoon helemaal lekker. Veel inpakwerk. Hier heb ik veel besteld. Maar dat is alleen maar leuk en alleen maar goed. Zo, tijd om de winkel vol te mengen. Ik heb net alle toefjes en plantenbakjes aangevuld. Die staan nu mooi vol. En nu is het tijd om de boeketten aan te vullen. Want zoals je kan zien, staan die nog niet mooi vol. Ik heb net al eentje gemaakt. Daar ben ik nu mee bezig. Dus ik ga eventjes gauw op tempo lekker mengen. En even mooie boeketjes in elkaar zetten. De keuze aan bloemen is wel weer echt reuze. Kijk dan, allerlei kleurtjes en roosjes. Heel veel andere bloemen, voorjaarsbloemen, daar staan weer het oranje geel, hier meer wit paars en hier meer de roze wit tinten en hier onder allerlei soorten rozen. Dus even lekker mengen en de winkel voorzetten en daarna ga ik heel hard aan de pakketten. Die wachten op mij. Ik heb nu dus ook de optie toegevoegd dat jullie de pakketten met en zonder bloemen kunnen bestellen. Dus dan kan je zelf kiezen, want daar kreeg ik echt heel veel vraag naar. Of dan alle benodigde materialen zonder de bloemen, omdat jullie dan net niet aan toe kwamen. Of dan niet weten wanneer jullie het dan wouden maken. Dus die optie is dan ook. Dan kan je gewoon zelf kiezen wat je het liefst wil. En dat is nu ook door jullie gedaan. Het is echt ook nog wel heel veel met bloemen hoor. Dus dat ook wel. Beide. En ik kreeg trouwens heel veel leuke en lieve reacties. Op dat de pakketten altijd zo goed verzonden worden. En dat het daarom wel met bloemen mag blijven. Want het was altijd goed voor elkaar. Dus het is echt goed om te horen. En heel leuk om te horen. Daar doe ik natuurlijk mijn uiterste best voor. Maar dat jullie dat ook vinden. Dat ja, vind ik leuk om te horen. Hè? Ik ben al gewoon een mooie boeketje aan het mengen. Nu lila paars. En ik maak weer zo in allerlei formaten wat. En dan ook in allerlei kleuren en allerlei soorten. Dus ik maak structuurboeketjes. Klassiek gemerkt en plukboeketten. En dat doe ik dan ook in verschillende formaten en kleuren. Lief boeketje. Thank you.
Zo, de pakketten voor vandaag zijn weg. Ik ga straks al wel weer een begin maken voor morgen. Dan doe ik alle materialen die niet vers zijn, laat me zeggen, die doe ik alvast in de doos. Zodat ik morgen alleen de verse materialen hoef toe te voegen. Want het zijn echt bizar veel. En anders kom ik er gewoon niet meer door. En ik wil het voor het weekend allemaal weer weg hebben. Zodat jullie het allemaal lekker snel in huis hebben. Dus daar ga ik gewoon nog mee verder. En dan gaan we hier lekker opruimen. En dan zit de dag er alweer op. De dag is snel gegaan. Echt bizar snel. Maar dat is ook veel werk. Dus dat is wel fijn. Goedemorgen, we zijn weer in de winkel en ik heb net de tulpjes allemaal gebost. Die staan nou mooi gebost buiten. Kijk, ik kan het door het raam wel zien. Allerlei kleurtjes weer. En ik ga eerst weer beginnen met het mengen van boeketten en daarna gaan we aan het inpakken. Misschien dat ik straks nog wel even een leuk bloemstukje laat zien met een leuke ondergrond. Die dan weer de aanbieding komt voor deze vlogweek. Ik ben weer lekker bezig met inpakken. Zal je niet verbazen. Maar het gaat heel lekker. Het is gewoon weer lekker besteld. En ik vind het ook heel leuk om pakketten om in te pakken. Dus ja, gewoon lekker bezig. Ik krijg zo nog weer vracht binnen. Dus ga ik nog even toevoegen. En ja, gewoon lekker aan het werk. Wat een heerlijke dag. Het is ook echt mooi weer. Dus de mensen zijn vrolijk. En ja, gewoon fijn. Zo, alle pakketten zijn weg. En het is nu tijd voor een leuke aanbieding. Meerdere aanbiedingen, want ik vind het wel even leuk om dat met jullie te delen. Het is voorjaar, het wordt voorjaar. Dus dan ja, vind ik het altijd wel leuk om met vogeltjes, vogelhuisjes en dat soort dingen te werken. En deze heb ik al eens een keer in een live uitzending laten zien. En daar kon ik ze nog weer wat bestellen. Dus ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk voor een leuke aanbieding. Alleen dan maak ik hem even op een andere manier op. Maar in de vorige live uitzending heb ik hem ook met verse snijbloemen opgemaakt, dus kun je ook zien. Maar ik ga hem nu even met bolletjes opmaken, dus heel erg leuk. En dan komt deze in de aanbieding op onze website staan. Wees er wel snel bij, want dit zijn wel echt de laatste. Hierna kan ik hem niet meer aanvullen. Dus op is op. En ja, ik ga er wat moois van maken. Kijk, het is dit huisje. Heel erg mooi. Mooie kwaliteit. Dus, en hier ga ik wat leuks in doen. Het leuke is natuurlijk als je hem met bolletjes opmaakt, dat je hem binnen of buiten kan neerzetten. Dus als je hem dan cadeau wil geven, is dat natuurlijk ook heel erg tof. Bolletjes kan je gewoon zonder potgrond en zonder bolletjes gebruiken. Dus die ga ik eventjes uit het potje halen. En dan wikkelde ik er eventjes mos omheen, zodat ik hem dan mooi in het, ja, in het vogelhuisje kan neerzetten. En je kan het eventueel ook leuk met een voederbol of wat dan ook erbij doen. Dat is ook leuk. Ik ga hem even leuk opmaken. Wat ik dan ook nog wel heel leuk vind en daarbij passend qua kleur zijn deze leuke vlinders. Die zaten in een setje van 3. Die staan ook op de website. Dus die zijn ook heel erg leuk. En die passen echt qua kleur er echt perfect bij. En dan maakt het hem gelijk helemaal af. Dus dan is het niet moeilijk om zoiets te maken. Maar wel heel erg leuk om bijvoorbeeld op de tuintafel te zetten. Of in huis. Op een dressoir of iets. En dan heb je echt voorjaar. Dus dat is echt ja, een leuk stuk. En dan heb ik nog een hele leuke nieuwe ondergrond binnen.
En dit is ook beperkt op voorraad, dus zeg het gelijk even bij. Dus wees er snel bij. Dat is deze leuke ondergrond. En nou zou je denken, goh, maar waar dient het allemaal voor? Dat zal ik even laten zien. Je kan dus gewoon in het midden een bloemstukje maken. Of iets met bolletjes, of iets wat je leuk vindt. En aan de zijkant kan je glazen wijn hangen. Dus wat heel leuk is, is om er een flesje wijn bij in te doen. En dan aan de zijkant bijvoorbeeld glazen. Of ik denk dat er ook iets van... Ja, misschien passen de bierflesjes ook wel bij tussen. Maar dat weet ik niet precies. Maar het is eigenlijk bedoeld voor wijnglazen. Dus op die manier geef je dan echt een heel origineel cadeau. Ja, om het cadeau te geven. Dus ja, heel leuk om een fles wijn of iets ja, zo weg te geven. Dus een leuk idee. Ik ga wat voor je klaarmaken. Ik doe er dus eerst wat plastic omheen. En of je nou een oase stukje maakt met verse snijbloemen of... met plantjes, dat moet je altijd doen. Ik laat aan deze kant vrij, zodat je aan deze kant een flesje wijn kan doen. Wij zijn zelf geen alcoholdrinkers thuis, dus ik moet eventjes op zoek. Maar ik wil jullie toch even het idee laten zien. Dus ik heb er nu wat glazen aangehangen en eventjes een bierflesje in gedaan. Maar dat kan je dus ook met wijn doen of, ja, of met bier. Dus ja, dat is net wat je zelf leuk vindt. Maar ik vind hem wel echt super leuk en het is echt gewoon een heel leuk cadeautje. Dat de vlogaanbiedingen van deze week. Ik zal ze even weer toevoegen aan de webshop onder speciale aanbiedingen. Daar kan je ze dan vinden. Wees snel bij, want op is wel op. En daarnaast zal ik ook nog even wat losse leuke frames toevoegen. Waar ik allemaal wat enkele stuks van heb. Die zal ik ook nog even toevoegen aan de webshop. En dat blijf ik elk jaar ook doen. Dus mocht ik weer wat leuks hebben toegevoegd, dan meld ik dat meestal op Facebook of Instagram. Daar kan je me ook volgen mocht je het leuk vinden en niks willen missen. En ja, dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. En misschien dat er binnenkort wel weer meer video's online komen. Laat eventjes hieronder weten wat jij prettig vindt. Of misschien vind je het wel leuk om regelmatig een live uitzending te zien. Dat mag je ook laten weten. We uploaden nu van woensdag en op zaterdag. En dat we dan bijvoorbeeld één vaste dag doen om een live uitzending te doen. Laat me dat gerust even weten hieronder. Laat ook even weten van je deze vlog vond. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie bij de volgende keer weer.